Welkom terug bij Food, Fashion, Travel, Like, Comment en Subscribe. Like deze video mensen en drop een comment. Dames en heren, in deze video gaan we Dawet smaakijsjes maken. Ik heb er ongeveer 7 stuks. Ik heb niet te veel gemaakt, want het is meer ter instructie voor deze video. En we hebben een fles Dawet met jonge kokosliedjes. Dus blijf vooral kijken. Veel kijkplezier. Zorg ervoor dat je aandachtig luistert en van begin tot eind kijkt. Om onnodige vragen en opmerkingen te voorkomen. Mocht je dan toch vragen hebben, drop dan een comment. De ingrediëntenlijst staat in de omschrijving van deze video. Ciao! Melkijsjes is citroengras. Opkoken. Ik heb hier wat citroengras en een pot op vuur. En ik voeg wat water bij. Ik was een beetje te lang bezig hoor, vandaar dat de pot heet was geworden. Maar je kan alles in je pot doen, dus citroengras en water. Ik wil niet te veel water gebruiken, omdat ik wil dat de smaak geconcentreerd is, zodat het een lekkere smaak geeft aan de melkijsjes. Dit mengsel laat ik ongeveer 10 minuten, kwartier goed koken. Ik ga deksel op de pan doen. En daarna laten we het heel goed afkoelen. En in de tussentijd gaan we de rest van de spullen klaarzetten om de melkijsjes te maken. Tot zo! Oeh, de stoom hoor. Het is klaar met koken. Het ruikt heerlijk. We gaan dit goed laten afkoelen. Ondertussen hebben we een aantal dingen klaarstaan. Ik zal de ingrediënten in de omschrijving van deze video droppen. Ik heb natuurlijk mijn maat eetlepels. Ik zou adviseren om te investeren in maat eetlepels. Ik heb deze setje gekocht bij Dille en Camille voor €7,95. Maar een van de dames in de groep, ik heb een groep met dames die aan het afvallen zijn, die mijn kookboeken hebben gekocht om af te vallen, heeft vandaag onder andere in de groep gedropt dat je op Dapper maakt voor €1 die gekleurde versie. Die is volgens mij van plastic. Gekleurde versie van deze maat die je kan kopen voor €1 op de Dappermarkt. Oké? Als je geïnteresseerd bent in beide kookboeken of één van de kookboeken die geschikt zijn voor weight loss, laat me dat weten in de comment. Ik zal mijn e-mailadres in de omschrijving van deze video ook droppen. Dan kan je me mailen. Of stuur me een privéberichtje op TikTok. Zelfde naam heb ik op TikTok. Dus zoek me op. Volg mij en stuur me een privébericht van hey, ik ben geïnteresseerd om af te vallen. Ik wil een van je kookboeken. Dan ga ik je de nodige informatie geven. Laten we verder gaan. We gaan beginnen met de Dawet melkijsjes mix. We beginnen met Aroy D kokosmelk. We gaan niet alles gebruiken. Even goed schudden. Heb ik net al gedaan, maar ik wil het nog een keer schudden. Maak ik hem nu open. Dan heb ik mijn maat, de grootste one cup. Eén. Twee. En een half. 2,5. Dan gaan we nu verder. We gaan volle melk gebruiken. Ik gebruik weer de maat eetlepel. 1, 2, oké. We gaan zo een gaarde gebruiken om goed te mixen. We gaan rustig verder en we gebruiken Dawet siroop. Je hebt natuurlijk verschillende merken bij Amazing Oriental. Maar we gaan deze gebruiken vandaag. En ik gebruik weer mijn maat eetlepel. Oh, het gaat best wel traag met schenken, dit. De siroop geeft het een heerlijke smaak. Geeft echt de Dawet smaak, maar ook een hele mooie zo van roze kleur. Nou, ik ga dit even uit beeld doen.
Eindelijk gelukt. Dan gaat die erin. Zo. Dan gaan we verder. En ik voeg 2 pakken Dr. Oetker van vanillesmaak toe. Maar je mag best Aldi of Jumbo huismerk bijvoorbeeld gebruiken. Maar ik vind de Dr. Oetker vanillesuiker wat meer smaak hebben. We gaan even tussendoor even mengen. Je ziet dat het echt al die mooie roze kleur krijgt. Gewoon even goed mixen voor 45 seconden. Een eetlepel gebruiken. We hadden natuurlijk David. Citroengras uitgekookt. Ja. Dan gaan we daar 1 kop van doen. De rest bewaar ik voor iets anders die ik moet maken. Dan gaan we weer goed mengen. Ik ga toch wat meer dauwetsiroop toevoegen. Oh, ik heb de deksel er niet afgehaald. Dat ga ik even uitbeelden. Ik besloot nog 1/2 kop aan dauwetsiroop toe te voegen. Het even zo doen, zodat we het even afspoelen. Dan gaan we gecondenseerde melk toevoegen. En ik heb hier 1/2 kap aan mijn maat eetlepel. Er lekt water in de wasbak, dat geluid hoor je op de achtergrond. Ik ga even proberen met een theelepeltje dit even allemaal mee te krijgen. Goed roeren. 3/4 kop. Dauwet. En rozen essence. Rozensmaak. Dat voegen we ook toe. Nu krijgt de dauwetmix voor de ijsjes een nog duidelijker, mooie roze kleur. Ik zal even de camera iets dichterbij brengen, maar we gaan even het goed verder roeren. Maar wat we eerst gaan doen voordat we de melkijsjes gaan verpakken. Ik heb deze fles gekocht bij Dille en Camilla. Ik ga dit meer bottelen om gewoon te drinken. Maar daarvoor gaan we een deel hiervan ergens anders in schenken. Want we gaan een kokosstukjes erin mengen. En dan hierin bottelen en dan gaan we zo verder met de melkijsjes. Ik ken dit wel, dit kan je kopen bij de Amazing Oriental. Maar ik denk dat andere toko's dat ook hebben hoor. Als je het in de vriezer hebt, voordat je begint aan je melkijsjes mix of je dauwet mix. Dan even uit de vriezer halen. En als je het eenmaal hebt... uit de vriezer heb gehaald, niet opnieuw invriezen. Oké. Okay. Alright, dus dit is onze jonge kokosmix. Wat we gaan doen is, gaat de maatfilter even weer omspoelen. Dan gaan we een deel van de dauwetmix hierin mengen.
En de rozen en dauwet essence niet te veel van toevoegen. Hè? Anders krijg je de zware smaak. Ik denk dat dit voldoende moet zijn. Ik denk dat de fles niet zo heel groot is. Anders had ik 2 moeten kopen. Ik ga dit even goed mengen. Ik heb me... Na de verhuizing moet ik echt heel veel dingetjes opnieuw kopen. Zoals je ziet, kook ik op een kookplaat en zo. Dus we gaan dit even proberen te bottelen op een manier. Want met, hoe noem je dat, de trechters? Ik kan ze niet vinden op dit moment. Dus we gaan het gewoon even zo. Ik ga dit even verder uit beeld doen. De koelkast ziet er heel mooi uit. Vooral in zo'n glazen fles. En Dille en Camille heeft natuurlijk ook kleinere flesjes. Dan kan je ze bottelen wanneer je gemberbier maakt. Het ziet er heel leuk uit. Presentatie is ook belangrijk. Laten we verder. Oké, ik had een doos opgehaald vandaag in Amsterdam uit Suriname. En ik heb melkijsjes, zakjes. Ik heb 2 grote pakken. Volgens mij zit in 1 pak 100 stuks. Dus voldoende, want de komende tijd gaan we verschillende smaken melkijsjes maken. Dit zijn echt kwaliteit zakjes. Stevig onder de centrale markt. Bij een Javaanse dame. Er is meestal zo'n jongen van, ik schat hem 20 of misschien iets jonger, ouder, weet niet. Onder de centrale markt, er is altijd een Hindoestaanse dame die vruchten verkoopt in dat, bij dat stukje. Onder de centrale markt. Het is betere kwaliteit dan de Chinese winkel. Dus als je een doos laat halen uit Suriname, geef ze instructies. Was 1 pak was 40 SRD, dacht ik, ja. Dus we gaan nu even vullen. Het wordt een beetje lastig, want normaal doe ik een trechter hierin. En is het makkelijk vullen. Dus we gaan het even aankijken hoe dat gaat. Om te bottelen wat ik doe. Ik ga, ga even een bakje zoeken. Want ik ben nog volop dingen aan het kopen voor de keuken. Ga ik het vullen met heel koud water uit de kraan. En elke keer als ik de ijsjes verpak en bind. Dan doe ik het dan in het water om ze goed af te spoelen. Goed laten uitlekken en dan gaan we ze invriezen. Weet je, dit gebruik ik eigenlijk nooit voor de rijstkoker. Maar we gaan het gebruiken als maat. Wat makkelijk is, vooral als je heel veel melkijsjes moet maken. Als je een maat aanhoudt, je kan een van de maat eetlepels gebruiken. En dan kan je een beetje aankijken. Oké, 80 milliliter is 1 ijsje bijvoorbeeld. Dus we gaan even kijken... Dit is ongeveer 80 milliliter. Even laat me die ijsjeszak goed vasthouden. Ik zei je al, ik heb die trechter niet, dus het is een beetje lastig. Deze buurt heeft bijna niks. Ik woon echt in een dorp hoor. Ik zocht handschoenen. Normaal koop ik ze bij de Action. Maar ja, dit is gewoon voor mezelf en mijn zusjes. Dus. Zie je? Je moet het niet te veel willen vullen. Ik heb genoeg ruimte. Goed kan doen. Het is een beetje moeilijk vullen hoor, mensen. Ik heb dat dingetje niet wat ik normaal gebruik om te vullen. En dan valt het eruit natuurlijk. Zoals ik zei, niet te veel vullen. Je hebt ruimte nodig om... Dus je pakt hem zo, zodat... En dan draai je hem. En dan bind je het. Oké? Dus dat was de illustratie. Ik laat jullie zo het eindresultaat zien. Tot zo! Nou lieve mensen, dit is het eindresultaat. Bedankt voor het kijken. Drop een roze haartje als je het geen roze haartje kan vinden. Drop een andere emoji als je van begin tot eind aandachtig hebt gekeken en geluisterd. Ik zie jullie de volgende keer. Dit was de video voor
Dawet smaakijsjes. En we hebben natuurlijk gewoon een flesje Dawet gemaakt met jonge kokosliedjes erin. Doei!